Hallo lieve YouTube en Patreon vriendjes, daar ben ik weer. Terug van weg geweest, 3 februari, workout dag 33 als ik goed heb geteld. Zoals jullie waarschijnlijk al in de gaten hadden, ben ik nu zo'n 12 dagen niet meer actief geweest op YouTube. Dit komt, of dit heeft verschillende redenen, puur ik had heel even andere prioriteiten in verband met mijn werk en studie. Het werd tijd dat ik weer heel even naar de kapper ging, wat tijd doorbracht met familie, vrienden, etc. En daarom heb ik dus de keuze gemaakt om YouTube heel even te laten liggen voor wat het was en me heel even te concentreren op mezelf. Ook met het sporten heb ik het iets rustiger aangedaan. Ik heb de bewegingsoefeningen nog steeds dagelijks erin gehouden, maar ik heb niet meer elke dag een grote workout gedaan. Dus workout dag 33, misschien niet helemaal eerlijk, maar goed, zoals ik al vaker heb gezegd, luister naar je eigen lichaam en pas daarop je training aan. Ik ben geen superatleet, sport is niet het enige wat ik doe, dus luister naar jezelf. Dat is vooral het belangrijkste wat ik jullie wil meegeven. Vandaag sneeuwt het weer licht. Gelukkig hebben we een lekker blauwe lucht erbij. Het is wel een beetje koud. Ik ben mijn handschoenen weer vergeten. Dom. En er zit weer een run op de planning. Staat een run op de planning van 24 minuten. Ik zou zeggen, let's go. Ik heb trouwens ongeveer anderhalve week ook niet meer gerend. Dus ik ben erg benieuwd hoe het vandaag gaat. Ik ben natuurlijk wel weer een aantal keer in de fitness geweest. Ik moet zeggen, als ik naar mijn lichaam kijk in de spiegel, de veranderingen worden wel langzaam zichtbaar. Je ziet het wel. Mijn lichaam begint er iets atletischer uit te zien. Natuurlijk geen bodybuilder met sixpack, doet die complete pakket. Maar het ziet er wel langzaam beter uit, laat ik zo zeggen. En dan gaan we weer. En lopen. Er zitten een aantal nadelen aan de Road to Run app van Evie. Maar ook een hoop voordelen. Ik heb nu een lesje of 9-10 gedaan. Ik moet zeggen, ik ben erg tevreden. Ook ik, als persoon die nooit echt heeft hard gelopen, houdt het op deze manier goed vol. En ze blijft het ook leuk om te doen. Waarom het zo goed vol te houden is, is omdat het een interval run training is. Dus ik heb het wel steeds over trainingen van 20, 24 minuten. Uiteindelijk ren je maar ongeveer 2/3. Je rent een minuutje, minuutje pauze. Je rent 2-3 minuten, weer pauze. En zo kun je steeds op adem komen. Heb je heel even die rust die zeker ik op het begin nodig had. En zo bouw je steeds meer op. En is het steeds makkelijker. En ga je steeds verder. Ik zit alweer op de helft van deze run. Het gaat lekker. Koude vingers heb ik gelukkig niet. Wel een beetje koude tenen deze keer. Maar dat maakt niks uit. Gewoon gas erop. Nu niet. Ik let al heel even het woordje Patreon vallen. Dit is namelijk een nieuwe social media voor creators. Oftewel ontwikkelaars van blogs tot vlogs, etc. Om hun content te delen. Hier ben ik ook op actief geworden tegenwoordig. Puur omdat de communicatie en de omgang van YouTube mij niet zo bevalt. Ze maken beloftes die ze niet waarkomen. Verschuiven de hele tijd hun ik weet heel even niet hoe ik het moet noemen. Dingen wat ze verwachten van creators, wat je moet doen om bepaalde futures te unlocken. Daar ben ik het niet mee eens. Dus vandaar ga ik nu langzaam overstappen
op Patreon. De link van mijn kanaal Patreon staat hier beneden in de omschrijving. Dus ik zou zeggen, ga zeker heel even kijken. Kost je 10 seconden van je leven. En mij maak je er heel blij mee. En nu gaan we nog heel even lekker verder. Nog een kwartiertje knallen. Zo, volgens mijn app ga ik vandaag maar liefst 11 kilometer per uur. Ik had zelf het gevoel dat ik iets langzamer ging. Mijn benen voelden zich een beetje zwaar aan. Maar zo zie je maar weer dat niet alleen consistentie en training belangrijk is, maar ook rust. Gewoon een week niet gerend. En ik ga harder en lekkerder als nooit tevoren. En heerlijk die zon in mijn gezicht. Lekker zo'n run voor het werk. Nooit gedacht dat ik dit een maand geleden zou zeggen. Woehoe. Lekker geluid van een kabbelend beekje. Prachtig blijft het hier om elke keer weer te rennen. Heerlijk. Jawel, jawel, jawel. De run zit erop. 3,85 kilometer per uur. Gerend in totaal. En 9,9 kilometer per uur. Helaas net niet de 10. Maar je ziet mijn lach op mijn gezicht. Ik ben helemaal tevreden. Geweldig. Elke keer weer een nieuw doel behaald. En de ene keer gaat weer beter dan de andere keer. Gelukkig zijn we net klaar. Nu het weer, geloof ik, wat minder gaat worden. De wind trekt op, het wordt een beetje fris. Ik ga lekker douchen. Straks weer een late dienst. Ik bedank jullie weer dat jullie tot het eind van deze video hebben gekeken. En ik zie jullie graag volgende keer weer. Dus vergeet niet op die subscribe button te klikken. Vergeet niet heel even de link in de beschrijving te bekijken. En dan zie ik jullie graag weer de volgende keer terug op mijn kanaal. En vergeet trouwens ook niet dat duimpje omhoog. Tot ziens!